Kijk nou. Hier. Yeah. Is toch leuk? Dit whiteboard. Dat is dan, zoals jullie zien, aan deze super leuke versiering. Kijk, hier man, paars. Dat kan je zien, hè, het cadeautje. Dat is een cadeautje van Lotte en Melissa. Dat zijn de twee leden hier. En die hebben dat cadeautje gegeven voor in de nieuwe trainingsruimte hierachter. En dit. Dit moet ergens in in de ruimte hier, in de nieuwe trainingsruimte, moet het ergens gaan worden opgehangen. De dames hadden dit als cadeautje gegeven, zodat ze een beetje voor eigen belang, maakt het me niet uit, dat is nog hartstikke leuk, dat ze hier een beetje een schema op kunnen schrijven, aantekeningen kunnen doen en noem maar op. Dus die gaan we vandaag even ophangen. De titel van deze video, ik weet nog niet precies hoe die heet, maar iets van 30 jaar lang sporten, daar gaan we het ook over hebben. En ik wil even mijn verontschuldigingen aanbieden dat ik al een tijdje geen video heb geüpload. Ik probeer er minimaal één in de week te maken, maar het is een gekkenhuis hier. En dat gekkenhuis dat komt echt door deze nieuwe ruimte. En daar wil ik gelijk een beetje het een en ander over vertellen, het een en ander over laten zien. We zijn natuurlijk een beetje voorbij de coronaperiode. Iedereen heeft heel 2-3 maanden stil thuis gezeten. En als je dan weer eindelijk mag bewegen, dan heb je daar natuurlijk zin in. Tenminste, sommige mensen. En het was hier altijd al heel druk. Maar nu is het echt een gekhuis. Het is zo verschrikkelijk druk. Ik klaag niet. Maar die drukte in combinatie met deze nieuwe ruimte. En dat we erin combineren met YouTube video's maken. Dat loopt een beetje in de soep. Maar we zijn weer back on track. Alles rolt weer lekker. Dus ik ga iets consequenter zijn. En dan zijn er wat kleine updates. Zoals de veiligheidsmiddelen. Ik heb even een weegschaaltje voor hier gekocht. Het whiteboard moet worden opgehangen. Camera's hangen er. Dat zijn natuurlijk allemaal kleine en belangrijke updates. En dan zijn er ook nog wat grotere. Cardio! Cardio bij Total Strength. What the fuck? Fitbike. Kennelijk heet zo'n ding zo. Fitbike. Ik vind het meer een airbike, maar maakt niet uit. Fitbike, the beast. We hebben een nieuwe cardio toestel. Ik ben, zoals jullie weten, niet zo super fan van cardio. Ik vind het fantastisch, alleen gaat het niet doen in mijn tijd. Vandaar dat hij ook in een vrije trainingsruimte staat, zodat je lekker in je eigen tijd lekker kan trainen. En een airbike is natuurlijk wel fantastisch, want we hebben natuurlijk als warming-up het onderlichaam en gelijk als warming-up het bovenlichaam. En als je ervaring hebt met een airbike, dan weet je hoe zwaar zulke soort airbikes toestellen kunnen zijn. Dus ik ben er best wel fan van. Ik heb er nog niet een half uur of iets dergelijks op gezeten. Maar dat gaan we binnenkort eens doen. In ieder geval nieuw in de collectie. Een airbike. Simpele dingen. Autobanden voor de boomstam achter me zijn ook weer geregeld. Trouwens gekregen van de Melissa die net die ook het whiteboard heeft gegeven. Samen met Lotte. Die heeft van de week even 2 autobanden afgegooid. Kunnen de mensen hier ook weer lekker knallen. Dan is hier ook nog steeds mijn dumbbellrek niet binnen. Kom op jongens, we zijn 3 maanden verder. En mijn dumbbelltjes liggen er echt als een, ja, een stuk vuil liggen ze er gewoon bij. Het is zo zonde, er kan zo'n mooi rekje staan. Maar ja, het moet nou op deze manier. Het is even niet anders, komt allemaal ook wel weer goed. Dit gebied, overigens. Dit gebied, print dit een beetje in je hoofd. Want hier komen binnen een aantal weken grote veranderingen. Dit hoekje, dat bankje dat moet even weg. Het dipstation daar, dat gaat ook weg. De boomstam daar gaat weg. De airbike gaat de andere kant op. Het wordt in ieder geval allemaal een stuk opgeruimder. En er komt een grote verandering. Maar daar ga ik een aparte vlog van maken. Tot zover de update. Deze video heet iets van 30 jaar lang trainen, zo doe je het. Kan de titel nog veranderen. En ik kwam bij deze videotitel, dit onderwerp eigenlijk, omdat ik nu 1,5 jaar voor mezelf werk en ik best wel wat mensen heb ontmoet die 10, 20, 30 jaar sporten en die al een jaar of 60 zijn, sommigen al een jaar of 50. En dat heeft me wel aan het denken gezet, want hun hebben dan echt een hele mooie levenservaring waar jullie en onder andere ik heel wat van kunnen leren, denk ik. Bij sommige van die leden die 50, 60 jaar zijn,
Dan zie je trots. Zo, ik heb ooit eens een keer een marathon gelopen. Zo, ik heb ooit eens een keer zoveel kilo gedeadlift. Oh, ik heb ooit eens een keer, weet je, we gingen bankdrukken met vrienden, dit en dat. Positieve verhalen. Mooi. Bij de andere helft zie je spijt. Ah, ik heb al zoveel gebankdrukt en al last van mijn schouder, weet je. En waarom? En was het nou waard? Of ja, we gingen altijd zwaar squatten, maar we deden altijd gewoon knallen met z'n allen. Nou, pijn aan mijn knie, dus Raymond, pas op als je wat doet. Pas een beetje op met die atlasstenen. Doe niet te gek, weet je, het is het niet waard. En noem maar op. Dat is de andere kant van het verhaal. We hebben dus eigenlijk een beetje trots, hartstikke mooi. Maar we hebben ook heel veel mensen met spijt. En wat ik daarvan leer, is best wat. Ik weet niet hoe oud jij bent. Persoonlijk, ik ben 28. Geen idee hoe oud je bent. Laat trouwens eens een reactie achter. Daar ben ik altijd heel benieuwd naar. Maar ik ben 28 en toen ik 16 was, dacht ik dat het belangrijk was om slank te zijn. Omdat ik er dan te zaakjes bij hoorde. Daarna werd ik wat ouder, een jaar of 22, 22, 23. Toen dacht ik van, weet je wat, ik moet spiermassa opbouwen. Wat ik vrij snel zat werd. Ik dacht dat dat toen belangrijk was. Daarna dacht ik, weet je wat, ik train lekker voor mezelf. Ik ga alleen maar op kracht trainen. Ik vind het gewoon persoonlijk leuk dat ik kan zeggen, ik heb eens een keer 200 gesquat, 200 gedeadlift. Prima, leuk. Dat deed ik voor mezelf. En ik denk dat dat een van de belangrijkste lessen is die die oudere mensen ons echt wel kunnen leren. Train voor jezelf. En ik denk dat ik daar nog wel wat aan toe kan voegen. Kijk. Ik persoonlijk zit in deze fitnesswereld voor mijn leven lang. Dat is in ieder geval wel mijn doelstelling. Ik zit hier niet in om 's werelds beste powerlifter, strongman, bodybuilder te worden. Dat is persoonlijk niet mijn doelstelling. Ik ben een bedrijf aan het opbouwen. Mijn doelstelling is om andere personen te helpen. Dat is mijn voornaamste doelstelling. En of jij een andere doelstelling hebt of iemand anders, niks mis mee. Lekker allemaal je eigen gang gaan. Ik beoordeel niemand in dat opzicht. Maar ik denk dat het wel heel belangrijk is om te kijken naar je 5-jarenplan, je 10-jarenplan, je 30-jarenplan. Bedrijfstechnisch doe je dat altijd al, dat even terzijde. Puur en alleen focus je op jezelf. Het lijkt aan het begin van je leven allemaal zo belangrijk. Van, ik moet sterk worden, ik moet gespierd worden. Maar uiteindelijk komt er voor ons allemaal een fase, misschien is dat bij jullie al het geval, dat je kinderen krijgt, dat je een baan hebt waar je hard voor moet werken, dat je een vrouw krijgt en noem maar op. En dat je dus uiteindelijk een beetje afvlakt. En die extreme doelstellingen vallen weg. En het zonde en het jammeren met die extreme doelstellingen is dat je helemaal gefocust bent op, wow, ik ga squatten, ik ga naar de 300 kilo squat, ik ga naar de 6% body fat. En uiteindelijk gebeuren er dingen in je leven. En ik zie het ook bij mensen hier die gewoon paf, heel de motivatie kwijt zijn. Wat ik dus met dit verhaaltje wil vertellen is dat als je naar je 30-jarige plan kijkt, wat ik persoonlijk het leukste vind, is dat je af en toe doelstellingen zet. Dus persoonlijk ben ik nu bezig met, ik ga naar 110 kilo eten, bulken, knallen en mijn bedrijf opbouwen en zorgen dat mijn relatie goed blijft gaan en noem maar op. Ja, dan kom ik wat spiermassa aan en daarna denk ik, weet je wat, het is wel weer eens leuk om een kilo of 20 af te vallen. En misschien denk ik daarna weer, goh, laten we die lock overhead press, laat ik die eens even wat verbeteren. Goh, laat ik mijn benches van 110 naar 130 brengen. Als je altijd maar twee doelstellingen hebt. Eén is gewoon je fysiek. Wil je sterk worden? Wil je slank worden? Kom je aan? Val je af? Als je maar daar iets mee doet. En twee, persoonlijk, denk ik dat de sleutel tot succes is dat je behalve in het plezier hebben, in trainen hebt, je altijd nog een doelstelling moet hebben. Of het nou zoveel bankdruk is of noem maar op. Op de lange termijn is het veel belangrijker om gewoon tevreden te zijn met jezelf en gewoon leuke tweede doelstellingen te hebben. En dat is wel wat, iets wat, weet je, 50-plussers ons echt wel kunnen leren. Ik zie dus dat ze een deel trots hebben en een deel spijt. Zorg nou dat we alleen die trots hebben door cijfers te halen, fysieke te behalen, door iets dergelijks. En dat, die spijt die komt altijd van, oeh, ik heb te hard getraind, oeh, ik was te eigenwijs, oh, ik heb te veel dit, ik heb te veel dat. Dat gebied moeten wij weghalen. En de komende 20, 30, 40, 50 jaar dat je nog gaat trainen, moet je alleen maar die overwinningen halen. En niet die, ah, oh, ik heb te veel gebankdrukt, dus ja, mijn schouder is kapot en nu kan ik hier niks meer mee. Het gaat om de lange termijn. Het gaat er niet om dat je één keer 150 kilo kan bankdrukken of één keer 200 kilo kan bankdrukken en daarna instort. Bekijk alles op de lange termijn. En wissel gewoon lekker met je doelstellingen. Soms om het jaar, soms om de 2 jaar, soms om de 5 jaar, soms om de 10 jaar. Net wat voor jou uitkomt, maar geniet. En dat is precies wat ik even ga doen. Oké,
Genoeg sentimentele bagger. We gaan het wijkbord even ophangen. Even snelle montage ervan natuurlijk, zoals altijd. En ik wil wel nog even weten, hoe denken jullie over die 5 jaar doelstelling? Waar zie jij jezelf in 5 jaar? En vermeld natuurlijk wel even je leeftijd erbij, dat is wel zo belangrijk. Nee. Mijn handschrift is zo slecht. En ik denk, wat veegt dat ding nog niet goed, joh. Maar er zit nog folie op. Dat is vrij jammer. Handse plan. Ook weer geregeld. Iets anders wat ik ook nog heb gekregen van de dames. Is dit. Daarboven. Stroom staat niet aan, hoe dan ook. Dit is mijn afstandsbediening voor de waaiers die jullie... Zien jullie daarboven? Maakt niet uit. Waaiers aan plafond. Daar heb ik nog een stukje tape voor gekregen. Altijd handig, want ik kon deze al nergens kwijt. En dat is natuurlijk een vraag om problemen. Dus de dames denken ook overal aan. Kleine klusjes zijn gedaan. Iets wat ik zelf nog even ga doen is trainen natuurlijk. Even lekker genieten. Ik ben net begonnen met een nieuw programma. Even een stukje bij beetje. Gaan we dat even lekker opbouwen. Dus vandaag allemaal relatief lichte gewichten. We gaan eens even lekker kijken hoe het gaat. We gaan gewoon beginnen. Goed. Wil je nog meer trainingen zien? Neem ons een kijkje op mijn kanaal. Dan kun je ook gelijk abonneren. En als je al was geabonneerd, bedankt. En dan zie ik je bij de volgende video. Klaar, toch? Vergeet de hele tijd een doei. Dit is het doei. Mensen kijken niet eens tot zover. Oké, doei. Oké, doei.